Stef heeft hem al aan. Waar je als backpacker wel niet blij van kan worden. Ja. Ik ga geen laat voor de girls. De conclusie is, we gaan niet surfen. En ook gewoon, ik zweet gewoon op mijn scheenbeen. We zijn aangekomen in San Juan del Sur. En we hebben bij Celina geboekt, waar we altijd een beetje op tegen waren, maar het was zo goedkoop. En we hadden eigenlijk een tipi-tent geboekt, maar we hebben een gratis upgrade gehad. En we hebben echt een chille kamer met een airco. Wat eigenlijk dus geen airco, typisch zonder airco. Maar gratis upgrade. En hier is de badkamer, dus we zijn blij. En we betalen hier €8,50 per persoon per nacht voor. Ja. Dus dat is natuurlijk helemaal niks. We zijn helemaal plakkerig en bezweet, dus we gaan nu als eerst het zwembad in. Oh, het zwembad is chill. Later! We hebben zo lekker gedoucht. Ik heb me echt de hele reis nog niet zo schoon gevoeld als nu. Wat jij met. Nou, ik denk dat het een beetje kwam omdat die reis... Ik heb nog nooit zoveel gezweet in mijn leven, denk ik. Dat denk ik ook. Dus dat zwembad was lekker, maar we hebben hier gewoon... Ja, we hebben gewoon echt even geluksdag. We hebben een soort van tipi tent geboekt, omdat die het goedkoopst was. Ja. Waar ik dus niet in kon staan. Dat was letterlijk een bed in een soort tipi ding. Maar we hebben een gratis room upgrade gekregen met gewoon een chique kamer met airco. Oh. En hier tegenover, onze badkamer zit al buiten, maar hier tegenover. Ja. En het is een lekkere warme douche, super grote ruim, goede waterdruk. Gewoon allemaal shampoos en conditioners daar zo. En deze kussens en zijn gewoon echt kussens. En dit is ook echt het lekkerste matras dat we ook in tijden hebben gehad. Ja. Oh. Dus waar je als backpacker wel niet blij van kan worden. Ja. En ook zo blij. Margarita's. Cocktails. Gisteren en eergisteren lekker cocktails gedronken op kosten van mijn vriendinnen. En we dachten, nou, dat smaakt naar meer. Dus we houden het cocktailtempo lekker aan. Hey, het is taco night in het hostel waar we zijn. En daar horen ook margarita's bij natuurlijk. Dus. Matt heeft weer vrienden gemaakt hoor. Met een hond met een disco halfband. We gaan nu lekker naar het strand. We hebben even zelf hier ontbeten. We hadden gisteren boodschapjes gaan in het dorpje. Het is wel echt super broeierig warm. Het heeft ook net al wat geregend. We gaan even bij het strand kijken. Kijken of we een surfboardje kunnen huren. Deze rijdt niet meer hoor. Nou, op naar de beach. We zitten dus echt in een afgelegen stuk, maar we zitten wel vlakbij het strand, denk ik. Hebben we gehoord, dus ik ben benieuwd. Het is wel, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is echt super stijl omhoog. Ach, ik voel het nu al in mijn benen. En het voelt echt als 40 graden. Ja, het is echt alsof je een berg gaat beklimmen in de sauna. Nou, we lopen hier langs de boom. En Stef zegt opeens, dat hoor ik nou, maar dat zijn apen. Er zitten slingerapen hier in de boom. Ik weet niet of jullie het goed zien. Nee, dit zijn slingerapen. Ze hebben zo'n lange staart. En er zitten ook babytjes bij. Dus kijk daarboven. Dat zijn wel leuk. Voor apen. Wij zijn aangekomen op het strand van Madeira's. En we vinden het wel heel erg mooi. En we lopen nu even een stukje op de stenen. Het is geen bounty strand, maar het is wel echt mooi. Ja, het is heel mooi. Fijn zand ook. Mooie zee. Daar kunnen wij wel even in. Nou, het ziet er wel wat... onstuimig uit. We hebben even gespeeld in de golven. De conclusie is, we gaan niet surfen. Die golven zijn zo hoog. Niet normaal. Het lijkt hier nu niet echt zo, maar ze zijn echt best wel hoog. Dus Matt is nu maar een bodyboard aan het halen, want dat durven we wel aan. De buiten is binnen. Kijk hem gaan, die surfboy weer.
net lekker geluncht daar. En nu weer terug naar ons plekje om te boogieboarden. We zijn weer terug van het strand. Het is denk ik 4:30. En we beginnen echt al op locals te lijken. Want we doen onze was ook gewoon op planten te drogen leggen. Helemaal ingeburgerd. Even chillen en dan hopelijk straks nog even terug naar het strand om de zonsondergang te kijken. Maar het ligt er een beetje aan of het bewolkt wordt of niet. Dus. Nou, het is helemaal bewolkt geworden, dus we blijven lekker hier voor de zonsondergang. Die er niet gaat zijn. Maar Matt ligt wel weer lekker in het zwembad hoor. Ik ga even met zijn bad kicken met poelen, zoals ik altijd doe. Oh ja, wat jammer Matt. Je witte dingetje zit erin. Nu mag ik. Loser. Ga dan. We zijn het uitgecheckt bij Selina, want we gaan zo naar een ander hostel in San Juan, meer in het centrum. Pakken we deze shuttle voor. En mevrouw van de receptie is nu even onze neppe vliegtickets vanuit Costa Rica naar een ander land aan het printen. Want als we volgende week Costa Rica ingaan, moeten we een uitreisticket laten zien. Die hebben we natuurlijk niet, want we weten niet wanneer we weggaan. En als we gaan, gaan we over land. Dus we hebben er net eentje gefaked. En daar is die. We hebben hier net even lekker gechilled. We zitten een beetje in the middle of nowhere, dus het is nu even wachten op de shuttle. En dan... Dan gaan we naar San Juan del Sur en dan checken we in het nieuwe hostel en dan gaan we daar de omgeving even verkennen. Zie jullie daar! We zijn gesetteld in ons nieuwe hostel in het dorpje. En we hebben een lekker lunchtentje gevonden. Voor eindelijk een keer een goede prijs in Nicaragua, want we vinden het eten in Nicaragua best wel duur. Mm-hmm. En we kunnen gewoon niet echt de lokale tentjes vinden, maar we hebben er eentje gevonden. Wat kostte dit met? 2 bordjes eten en 2 colaatjes? Ja, ongeveer €6. Ja. Ja, dus niet smakelijk. We zijn weer met Marleen. Hi. Hallo. Even strandwandelingetje. Cocktail night with the girls. Cocktail night with the girls. Gaan we surfen. Ja, we gaan nu echt surfen. Nu gaan we voor het echie. We zijn samen met Marleen. Marleen gaat ook surfen. Marleen en ik nemen een surfles. En Matt vindt zichzelf al goed genoeg, dus die gaat zonder. Dus ik weet niet of we Marleen al ooit hebben voorgesteld. Hi. Hoi. Dit is Marleen. Matt gaat bodyboarden. Goh. We hebben net weer even gesurfd. Matt heeft ook gestaan, ging goed weg. En we zouden om 3:00 terug moeten. Maar deze beste man die hier woont, die gaat ons een lift teruggeven naar huis als we soms op onder is gegaan. Say hi to the Netherlands. Hello Netherlands. Okay. Ja, we gaan er weer voor, hè? Ja, we gaan. Oké, okay. Vamanos. Yeah.
New surfers! Nou, het is 7 uur. We zouden eigenlijk om 3 uur de shuttle hebben, maar die hebben we niet genomen. Want we gaan met onze Amerikaanse friend, Danny, mee terugrijden. Dus die gaat ons lekker afzetten in het dorp. Top. Nou, ik weet niet hoe, maar we zijn ineens in de Amerikaanse huis terechtgekomen. Matt is gelijk natuurlijk in het zwembad gegaan. Ziek uitzicht. Marleen zit alleen maar, oh mijn god, te schreeuwen. Het is echt heel mooi. Het is echt een heel mooi huis. So you guys have to come back in the daytime so you can see the ocean. Ja. Nou, we zijn weer levend teruggekomen in het stadje hoor. Ik ben lekker wat eten met deze surfleraar. Die is ook mee met ons. Goedemorgen. Ik zie er een beetje oververhit uit, maar het is echt vet warm hier. Onze kamer heeft geen airco, dus we hebben echt hele warme nachten ook. We hebben nu een andere kamer gevraagd die boven zit. En dan kunnen we het raam open houden en dan hopelijk waait het een beetje door. Maar goed, gisteren hebben we echt een superleuke dag gehad. We hadden lekker gesurfd, gebodyboard, hele dag aan het strand gehangen. Allemaal mensen ontmoet, met een of andere Amerikaanse gast mee naar huis geweest. Die had een hele mooie villa, die heeft ons uiteindelijk thuisgebracht. Het was echt een super geslaagde dag. Gisteren dachten we gaan vandaag weer naar het strand en surfen. Maar nu denken we, lekker rustig gaan doen. Matt heeft een nieuwe kamer voor ons geregeld hoor. Veel beter dit. Het is wel zonder eigen badkamer gedeeld, maar goed. We zitten boven en het waait hier lekker. En we hebben lekker een hangmatje hier. Het is goed dat we niet weer gingen surfen vandaag, want ik lig echt helemaal open. Zelfs mijn vingers hier. Mijn vingertoppen liggen helemaal, zijn helemaal geschuurd ook van dat ruwe surfboard. Dus, maar goed dat we rustig aan doen vandaag. Ik heb even lekker geluncht met Marleen. Matt die ligt op bed, want die voelt zich niet zo lekker. Dus ik was lekker met Marlino op pad. Zo, Becky is hier een beetje opgeknapt, hè? Ja hoor. Maar we blijven klagen over hoe heet het is. Het is echt wel... Het is zo warm. Het is echt zo warm. Kijk, Matt heeft weer zweet op zijn voorhoofd. Ja, ook gewoon, ik zweet gewoon op mijn scheenbeen. Gewoon, hoe kan dat? Boe, inderdaad. Zie je dat? Ja, het is echt... Sorry dat we zoveel klagen over hoe heet het is, maar het is gewoon het, is het thema van Nicaragua, denk ik. Maar goed, Matt blijft lekker hier chillen. Ik en Marleen gaan even naar het strand. Dat is daar. Maar ik heb dus allemaal wonden. Wond. Dus Matt die gaat straks vanaf hier filmen hoe ik gillend het water inga als het pijn doet. Dan zit ik hier en dan hoor ik ergens gillen en dan zit jij daar op het strand. Ben je net de zee in gegaan met je wonden. We zitten hier dus even lekker een ijsje te eten. In de supermarkt. Want zoals jullie ondertussen al hebben vernomen, is het hier bloedje heet. En de supermarkt is de enige plek met airconditioning. En ze hebben gewoon tafeltjes, dus we zitten hier lekker ijsje te eten. Lekker in de airco. Yo. Het is zaterdag 8:30. Wij zitten lekker hier te chillen. We gaan lekker vroeg naar bed. We zijn echt kapot. Ik denk nog steeds van gisteren. Gisteren was echt een superleuke, maar vermoeiende dag. Dus wij gaan lekker vroeg naar bed en dan zien we jullie morgen weer. Vandaag is zondag, dat betekent Sunday Fun Day. We hebben heel lang getwijfeld om te gaan. We hebben 5 minuten geleden besloten om wel te gaan en nu zijn we een flesje desinfectie aan het kopen. Heb je er zin in, Matt? Weten we nog niet of we er echt zin in hebben. We denken dat het een puppy party wordt, maar goed, komt goed. Lekker in de rij voor de kaartjes. Wij zijn nu dus in het centrum van San Juan del Sur. En een van de highlights hier is het feest Sunday Fun Day. En dat is een pool crawl. Dus niet een pub crawl, maar een pool crawl. Dus we gaan langs 4 verschillende plekken waar ze een zwembad hebben. En een bar natuurlijk. Daar hebben we net kaartjes voor gekocht. En daar krijg je ook een t-shirt bij. Oh. Stef heeft hem al aan. Dus we gaan nu nog even lekker chillen. En dan over een paar uurtjes gaan we daarheen. En dan gaan we een leuk feestje meepakken. We lopen nu naar de eerste locatie van de pool crawl. Nou, we hebben pool number 1 gehad. Overleefd. En nu gaan we naar pool number 2.
Goedemorgen! Goedemorgen! Wij hebben gisteren een heel leuk feestje gehad. We merken wel dat we wat oud worden, dus dat het niet meer helemaal ons ding is. Maar goed, evengoed was het echt superleuk. Het is nu al 7:30, dus qua timing hebben we niet de beste dag uitgekozen. Want we gaan vandaag verder reizen naar Costa Rica. Dus wij gaan nu even ontbijten en dan staat de shuttle voor de deur klaar. We zitten al het einde van Nicaragua, het laatste Nicaragua. Ja, we zijn de laatste momenten. Ja. Dankjewel weer voor het kijken. Wij vonden San Juan del Sur super leuk. Ja, ja. Zelfs zo leuk dat we zijn nu al een tijdje in Costa Rica en we hebben er serieus over nagedacht om na Costa Rica weer even terug te gaan naar San Juan om weer even daar te chillen. Maar goed, uiteindelijk besloten niet te doen. We gaan gewoon weer verder reizen naar Panama straks. Maar ja, zo leuk vonden we het dus. We vonden Nicaragua over het algemeen super leuk. Ja. Het is makkelijk te bereizen. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet. Ja. Mooie afwisseling tussen steden en kustplaatsjes. En vulkanen. Vulkanen gezien. Ja, met de chickenbus reizen was ook echt top te doen. Goedkoop en heel makkelijk. Ja, dus Nicaragua zeker aanrader. San Juan del Sur helemaal een aanrader. Misschien zouden we volgende keer een kamer met een airco boeken, want ja, het was wel echt heel warm. Het kwam misschien ook omdat het het einde van het droogseizoen was en het regenseizoen begint net, dus het zat wel echt daar tegenaan te hikken. En daarom was het zo warm. Maar wij hebben ontzettend genoten. Hopelijk jullie ook. Ja, hopelijk jullie ook. Nou, bedankt weer voor het kijken. Ja. Vergeet niet te abonneren. Als jullie nog vragen hebben, stel ze vooral. We beantwoorden ze graag. Ja. En we zien jullie ons in Costa Rica. We in zien de auto. In Costa Rica. In de regen. Doei. Doei.